mensen, welkom bij weer een nieuwe competitie route video. En vandaag ga ik tegen de Chroniclers T. Dus ja, laten we hem gelijk gaan beginnen. Ik ga met Connect Team 5, of Custom Team 5 bedoel ik. En dat is Omega 11, en dat is dit team. Oké. Zo, dus we gaan beginnen. En waarom er niet zoveel video's zijn gekomen, is omdat ik het erg druk had. En ja, ik had ook niet zoveel tijd, dus... Ja, en gelukkig is er vandaag wel nog een video. Oké, dit is dus mijn opstelling. En ja, ik heb de 100 abonnees gehaald. Ik ben er heel erg blij mee. Bedankt ook naar jullie. Want het komt allemaal door jullie, want jullie zijn mijn abonnees natuurlijk. Dus heel erg bedankt ervoor. En ook nog bedankt voor alle likes en zo. Want dat inspireert me weer om nieuwe video's te maken. En ja, de 100 abonnees special komt er wel aan, alleen... Ik ga hem wel in de zomervakantie maken, dus niet de eerste week, want dan ben ik in Voorthuizen. Maar de tweede week ga ik dan denken de 100 abonnees special maken. Dus dan weten jullie dat ook. Dus de eerste week zijn we op vakantie en Danny ook, dus. Dan weten jullie dat alvast. Oké. En hij blokt hem, lekker Jack. Oké, we passen het zo. Hij wil YOLO gewoon naar het doel. Ken zij schot? Oh ja, Cupid's Arrow. Oké, ik hoop dat hij zit dan. Hij doet Combustion Catch. En hij zit, dus de eerste goal is binnen. Dat is nice. Ja, en ik was vandaag vrij, dus daarom kon ik ook weer een video maken. En ja, ik ben vrijdag ook vrij, dus misschien kan ik dan ook nog een video maken. Maar ik weet niet precies op welke dag ik op vakantie ga, dus misschien ga ik vrijdag al. Dus ik zie wel of ik dan nog een video kan maken. Maar sowieso in deze week komt morgen denk ik nog wel een video of overmorgen, dus. Zeker weten woensdag, want dan hoef ik alleen mijn boek in te leveren op school. Dan mag ik alweer naar huis. En ja, donderdag moet ik mijn rapport ophalen. Ja, dat was het. En dan mag ik ook gelijk weer naar huis, dus. Deze week is niet zo heel druk voor mij. Oké, en we komen voorbij. Oh, fuck. Even spieren doen met testkat. Sorry dat het beeld misschien een beetje schuin staat of zo. Maar daar kan ik even niks aan doen, want beter kreeg ik hem gewoon niet. Ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd, alleen mijn camera staat een beetje scheef al, dus ik hoop niet dat het erg is. Oké, mix en max. En volgens mij had ik hem met camera gemix en max, dus dan weten jullie dat ook even. Oké, I have the storm. Armvai. Zo ja, kijk hoeveel power. Zo in de 1000, dat is goed, vind ik. Ja, het komt ook omdat hij S is, denk ik. En omdat hij natuurlijk gearmfight is. En mix en max. En ik doe Black Ash, dus kijk hoeveel power dat heeft. Zo, 1209. Dat is redelijk sterk, vind ik. Ja, het kan nog hoger, maar dit is al heel hoog, vind ik wel. En scoort hij? Ja, hij scoort. En hij stunt, dus. Zo handig. Ja, dat is zeker een goal, ja. Oké, nice. Ja, ik ga deze hele rij doen, dus. Zoals ik al eerder heb verteld. En nu ga ik tegen dit team. Dus de volgende keer zal het tegen het volgende team zijn. Waarschijnlijk hoor, ik weet nog niet zeker, maar... Ik denk het wel. Ja, aan het eind komt een team, ik weet niet precies welke, maar volgens mij heeft het iets te maken met, hoe heet ze, Children of the Night of zoiets. Ik weet niet precies hoor, maar volgens mij was het zo. En volgens mij zijn die niet super makkelijk, maar ook niet super hoog level, dus ze zijn nog aardig makkelijk om te verslaan. Maar niet heel moeilijk, of niet heel makkelijk. God, laat maar, ik snap niet. Nou snap ik mezelf niet eens meer, dus ik hou wel op.
Oké, we hebben weer een goal gemaakt. Het staat nu 3-0. Oké, nice. Dus ja, en deze week komen er nog wel video's, alleen ik weet niet hoeveel. Ik weet niet precies of mijn schema nog doorgaat. Nou, hij gaat wel door, maar niet voor deze week misschien. Of volgende week bedoel ik. Deze, laat maar. God. Ik raak even helemaal de war, maar voor deze week gaat misschien het schema niet door, want ik heb heel weinig tijd soms. Want bijvoorbeeld op morgen moet ik de hele dag op school zijn. Dan ga ik een soort van mutrun doen of zo en dat duurt heel lang. Dus dat is best kloten. Dus ik weet nog of ik dan nog tijd heb om te uploaden, maar kijk wel. Oké, Black Eyes Survive. Ik ga natuurlijk zoveel mogelijk proberen te uploaden. Alleen als ik geen tijd heb, dan dan ken ik het ook gewoon niet. Ja, of ik heb een keer geen zin. Want het is ook niet leuk om een video te maken. En als ik dan geen zin heb, dan klink ik niet helemaal enthousiast en zo. Dat heb ik al bij eerdere video's gehad. Ja, dat is ook gewoon niet leuk om naar te kijken, dus. Het heeft dan ook geen zin om een video te maken. Als ik zelf geen zin heb. Maar nu kun je wel zin in, dus. En we staan op 4-0 en het is nog pas 17e minuut. Dat is best wel snel. En ja, ik zal even een heel ander onderwerp, maar ik zal naar GTA spelen. En toen kreeg ik van een of andere hacker, kreeg ik 200 miljoen. Nou ja, pas geleden, niet net, maar pas geleden kreeg ik 200 miljoen. En dat was echt grappig, want hij dropte allemaal geldzakken en zo. Dus ja, nu heb ik heel goed huis gekocht. Dus ja, dat was wel geinig. Oké. Hij heeft storm. Oh, nog maar 4 over. Oké, ik doe Omega Assault een keer. En ja, we uploaden ook nog steeds op Omega Games. Nou ja, nu is het alweer een paar dagen geleden. Maar ik ga straks ook nog een video maken voor Omega Games. Dus check ook dat kanaal. Als het lukt, zet ik hem wel in de beschrijving. Dat is mijn Danny's kanaal samen. Dus. Oké. 5-0. Echt, deze gasten zijn te easy om te verslaan. Echt, gewoon te makkelijk. Ik ga denk ik weer proberen om met mijn keeper te scoren. Ja, ik heb Mark op doel gezet. Want ik vind gewoon dat hij een goede keeper is. En ik heb als reservekeeper heb ik Elio. Dus die zat op de bank, zit hij. Oké, nou gaan we de bal hopelijk wel afpakken. Yep. Dus even terugpassen en dan ga ik met de keeper lekker proberen te scoren. Ja, ga terug, ja. Komt die Mark? Oké, mix max. Oh, wacht, heb die al. Laat maar dan. Oké. Gewoon rennen. Gewoon lekker YOLO. Oh, kut. Ah, fuck it. Ah, die pakken we toch wel af. Hopskee. Oké. Dan moeten we even windcontent doen. Dan gaan we naar Mark passen. Oké, we gaan hem nu proberen te scoren. Oh, wacht, hij heeft een schot. Oh ja, in zoom en break. Ha, lol. Oké, armfly. Nou, hier komt hij dan in zo'n break. Oké,
Oké, best wel sterke power nog, 707. Maar dat komt ook omdat hij gemiximax is en hij heeft Cash in Armed. Dus. En hij zit wel, dus we hebben ook een keer met Skeeper gescoord. Ik vond het wel geinig om een keer te doen weer. Zo, oké. Oké, we gaan door. Oh, halftime, nice. Zo, oké, we gaan door. Ja, ik had heel even een pauze gedaan in de video. Ik ging even zorgen voor beter beeld. Ik hoop dat het beeld ietsje beter is nu. Dus, oké. Ik heb Mixmax VLP ingehoopt, maar even. Oké, met wie heeft hij die gemixmaxed? Oké, zo. Oké, die skippen gewoon zijn cash in. Oké. Side swipe L4. En dan gaf ze nog een verpien. Fuck. Op tenderen. Zo, oké, waarschijnlijk gaan we de bal vakken. Mooi zo. Nice, nu kunnen we een goal maken weer. Stand alweer de 7-0. Waarschijnlijk scoren deze ook wel. Doe gewoon een nocturne. V2. Hij moet ook level up. Vandaar dat ik het ook doe. Alleen hij is denk ik niet level up. Oké, Alstar V3. Gaat hij hem houden? Nee. Ik wist het. Hopelijk wordt de volgende match een beetje iets meer een uitdaging. Of ik kies gewoon een iets slechter team voor mij. Dat kan ook. Ik denk dat ik dat wel ga doen. Het ligt eraan hun team level, dus ik kijk wel strak. Oké. Side swipe. Pas naar daarheen. Hoppakee. Over hem heen. Snel rennen. Je bent sneller. Hoppakee. Oké, Vopin gaat weer schieten met Nocturne. Oké, dit keer is het iets minder power, maar ja. En waarschijnlijk houdt hij hem weer niet. Yep, hij is te laag. 400 maar had hij. Dus we scoren weer gemakkelijk. Dus hoeveel staan we nu? 8-0. Oké, we kunnen de 10-0 zeker nog wel redden. Oké, nu gaan we weer de bal afpakken. Fractal Repeller S. Zo. Passen daarheen. Weer naar Vopien. Fuck. Oh nee, pak hem. Ja, goed zo. Oké. Weer naar Vopien. Oh, kut. Zo, oké. En ik ga weer net met de Nocturne V2 schieten. En waarschijnlijk zit hij weer. Weer iets lager power natuurlijk. Oké, misschien is hij level up. Ik weet niet zeker. Hij kan gewoon nice. Dus. Gaat hij computer een catch doen? Dan houdt hij hem zeker niet. Oké, weer een goal. De 9-0. Nee, hij was volgens mij niet level up. Dus, oké. Oké, ze gaan wisselen. Oké, we staan 9-0. Side swipe. Oké. L5, kom op, L5. Nee, toch niet. Oké, we gaan even terugpassen. Daarin. En weer naar Vopien. En dan naar Saru. Dan gaat Saru een keer schieten.
Met Shelbestel 5. Ja, ik heb mijn moves ook best wel veel getraind, dus vandaar dat ze zo hoog zijn. Oké, een Shadow Catch. Gaat er waarschijnlijk niet houden. Nope. Zo, oké. Okay. 10-0 alweer. Gaat zeker goed. De 11-0 kunnen we ook nog wel halen, of de 12-0 zelfs. Kijk wel. Oh, nee. Ja, fuck hun. Dan gaan ze weer een spirit doen. Ik doe een spirit link. Fuck it. Oké. Okay. Ja. Zo, nu gaan we even armify doen. En dan frek de repelleres. En dan hebben we waarschijnlijk de bal weer afgepakt. Ja, nu hyperdrive, dat redden ze niet. Ik wist het. Nice. En dan gaan we weer naar doorrennen. Gaan we hem weer voorbij rennen en schieten. Oh, wacht, nu schieten dan. Ja. En dan gaan we weer een knock-tje doen. Hij moet toch nu wel even op gaan, kom op. Oké, okay. Kijk of die level op gaat. Nee, nog steeds niet. Flower power. Doei. Nog wel 11-0. Gaat lekker hoor. Volgende keer kies ik denk ik een iets slapper team. Het is mijn beste team, dus best wel begrijpelijk dat ik zo voel. Ik ging een keer ook tegen een ander team en die had ik verslagen met 16-0. Dat is echt mijn grootste zege. Echt, het was best wel makkelijk. Ik kon zo scoren. Echt, die was te simpel gewoon. Ik weet niet meer precies tegen welk team eigenlijk. Maar het was ook met Omega nog wat. Team Omega, dit team. Dus. Oké, we hebben de bal weer afgepakt. Want ik heb dit hele team getraind. Dus dribble en schot en catch van de keeper. Heb ik allemaal getraind. En ik heb ze boots en zo gegeven. Dus... dan zijn ze gewoon goed. Zo, oké. Okay. Yes. We hebben de bal weer. Oké, okay, we gaan nog voor de 12-0, denk ik. Ja. Ik denk ook dat we dat nog wel redden. We verdedigen op fights en spirit gedaan. Maar ja, boeien, we komen gewoon langzaam. En we doen weer Nocturne. Oké. Okay. Kom op, ga nu V3. Kom op, please, 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 please. Nice, oké. Okay. En het is de 12-0. Dat was ook wel een dikke overwinning dan. Heel misschien zouden we nog een goal kunnen scoren, maar ik weet het helemaal niet zeker. Dus we kijken wel. Of ik nog een goal kan scoren. We gaan weer wisselen. Zo, pak die bal af. Oké, okay, nice. En ja, als jullie nog een houtscout of zo, of een mixmax weten, laat dan in comments achter. En misschien komt hij morgen of overmorgen dan wel. Waarschijnlijk overmorgen dan. Dus ja. Laat het in de comments achter en dan ga ik dat denk ik overmorgen doen. Oké, okay, we zijn er voorbij. Misschien nog één goal, maar ik weet het. Ik kijk wel, misschien. Ja, we komen. Ik denk dat we nog wel een goal scoren nu. Ja, ik weet het wel zeker. Laatste keer Nocturne van deze wedstrijd. Zo. 13-0 dan, hè. Oh, critical. Nice. Ja, hij is eindelijk level up. Hehe. V3, nice. Daar ben ik blij mee.
Oké, nice. We hebben gewoon met 13-0 gewonnen, jongens. Oké, laat ze nu maar gewoon lopen. Oh, kut. Ja, ik doe niks. Ze kunnen toch niks meer doen. Zie je? Het is afgelopen. Nice. Gewoon 13-0. Lekker overwinning. Victoria, ja, zeker weten. Oké, kijk of er nog iemand level up is. Of ik nog een goede item krijg of zoiets. Oké, ik krijg dit. En Hazard is level up. Een paar keer denk ik. Ja, 22 ga ik Chris Cross. Dat is volgens mij... Ja, dat is één speler die ik kan scouten. Als je heel de grandfather route hebt gespeeld. En gewonnen, dus. Maar weer mensen, weer bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Laat in de comments achter of je nog een oud scout wil zien. Of bijvoorbeeld een Mixmax of zo. En ja, abonneer op mijn kanaal voor meer. En dan zie ik jullie natuurlijk weer later.